zit dan voor mij. Ja, wat leuk hè, zo'n flashmob. Echt bijzonder om mee te maken. En waar hebben we daar aan te danken, mevrouw? Aan het Smartlappenkoor Goeie Volk. En u bent? Ik ben de voorzitter, Margot. Nou, Smartlappenkoor Goeie Volk, dat bestaat al een poosje hè? 25 jaar. Het is een jubileumjaar, dus we hebben een aantal activiteiten georganiseerd om dat te vieren. En een van de activiteiten is deze flashmob. Nou, ja, super. Leuk om al die mensen blijven kijken en meezingen. Ja, ja, dat was de bedoeling, hè? Dus daar hoopten we een beetje op. En dat is redelijk gelukt. Ja. En we gingen hier zometeen nog hierachter de hele middag voor het boothuis, verschillende sessies. Dus we gaan nog even door. Nou, leuk hoor. Doen jullie dit nu ook om reclame te maken voor jullie koor? Ja, we zijn inmiddels zijn onze leden toch wel wat op leeftijd. En het zou hartstikke leuk zijn als er wat jongere mensen bij kwamen om ons koor te versterken. Zeker. Ja, zijn het echt alleen maar smartlappen die jullie zingen of heb je ook iets anders op het repertoire? We hebben inmiddels ook wel wat modernere Nederlandstalige muziek. We zingen ook wel wat slagers en heel af en toe een Engels liedje zoals Country Roads, wat je net hebt gehoord. Dus wat lekker in het gehoor ligt, wat we leuk vinden om te zingen. Maar voornamelijk Nederlandstalige. Ja. Nieuwe mensen kunnen jullie dus gebruiken? Ja. Moeten die wel een beetje kunnen zingen of mag het ook gewoon voor de gezelligheid zijn? Voornamelijk de gezelligheid. Ja. Oké. Okay. Ja. En waar kunnen mensen meer informatie krijgen over jullie? We hebben een website www.goeievolkkuik.nl en daar staat een mailadres op waar ze zich aan kunnen melden. Dan vinden ze ook meer informatie. Nou, super. Dankjewel en gefeliciteerd met jullie 25 jaar bestaan. Dankjewel en we gaan er nog een mooi feestje van maken. Ah!
Thank you.